gaan vandaag in de musical Pinocchio spelen. De voorstelling gaat beginnen en ik zie jullie straks. Doei! Want ik wil dansen. Heb nog zoveel om te leren. Nog zoveel te proberen. Maar het allermeeste hou ik toch van dansen. Ik ga natuurlijk nu best wel in een professionele musical. Als figurantje dan wel, maar toch staat ze daar dadelijk gewoon te stralen en te zingen. Ja, dat vind ik enorm speciaal. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja, Pinocchio staat bij ons regelmatig op in de tekenfilmvorm. Dus het lijkt me heel leuk om dit in theatervorm te zien. Ik denk dat ze met een kostuum dat of beschilderd is. Ik heb geen idee of het is echt goed beschilderd. En met wat elementen misschien wat gewoon een beetje beweegbaar houdt. Dus ik weet het niet. Ik laat me verrassen. Dankjewel. De neus. De neus daarentegen. Waar zit het knopje dat die gaat groeien? Mooi, hè? Hoe heet die? Hoe zeg je dat? Pinocchio. Kom erin, hartelijk welkom en veel plezier met de première van Pinocchio. Echt gedaan voor het publiek en dan ja, het was echt heel gaaf en het ging allemaal heel goed. Er is eigenlijk bijna niks misgegaan volgens mij. Ik heb Pinocchio in mijn handen en Pinocchio die bestuur ik een soort van tijdens de show. Ik kan Pinocchio ook laten praten. En Pinocchio's neus kan groeien? Ja, inderdaad. Anders houdt de avond op niet staan. En hoe is dat om met zo'n pop alles te moeten spelen? Nou, het is geweldig om met de pop te spelen en je leert er ook superveel van. En ja, het is gewoon super vet. En dan moet je zingen en dansen en ook nog een pop. Ja, dat is het lastige. Dan moet je op alles letten, want dan moet je weer een arm overpakken en dan moet je nog steeds bekken. En dat is dan wel, het is lastig, maar ook weer heel erg leuk. Nou, bekken is dat je de pop laat praten en dat moet je tegelijkertijd met je eigen mond doen. Nee hoor, en mijn vader vindt dat helemaal niet erg. Het is ingewikkeld aan het begin, maar als je er heel hard voor traint, dan wordt het op een gegeven moment steeds makkelijker en makkelijker. Het ging heel erg goed bij Thijs. Ja, hij deed echt supergoed. Gaan wij samen dansen? Je weet dat je een vos en een kat gaat spelen en dat tegelijkertijd gaat gebeuren. Maar hoe precies en met welke stemmen? En dat was ook heel erg zoeken. We hebben 100.000 accenten geprobeerd en uiteindelijk is dit het geworden. Wat een sukkel! Kop vol zaagsel! Kleine foutjes gemaakt. Ja, ik deed op een gegeven moment een zin in de stem van Bert, wat eigenlijk Bart had moeten zijn, maar volgens mij heeft niemand het gemerkt. Er zijn zoveel verschillende versies van en we proberen heel erg de warme kant, de liefde kant naar voren te schuiven en dat is hetgene waar wij aan gewerkt hebben. Ja, het heeft wel een tijdje geduurd, maar het had ook wel nodig. Zoeken, vinden, weggooien, weer bouwen, weer weggooien. Het heeft even geduurd, maar iedereen is nu hartstikke blij. We hebben veel gesleuteld aan alle rollen. Welke kant gaat het op? Wat willen we uitdragen? En ja, veel gebeurt in anderhalve maand. Maar ja, met het resultaat ben ik heel erg blij. Fiebele, fobele, fee. Ging het allemaal goed of had je nog foutjes gemaakt? Ja. Wat had je gedaan? Ik viel op mijn billen. En hoe heb je dat opgelost? Gewoon doorgaan. Ik wil gewoon naar huis, Vee. Naar Geppetto. Je moet me helpen. Dit is mijn vader. Grazie.